Voor midgetgolfliefhebbers is het voormalige postkantoor aan de Munnekeholm de komende 10 dagen een waar walhalla. Van 16 tot en met 26 augustus vindt aan Munnekeholm Midgetgolfmania plaats. Meer dan 25 kunstenaars hebben de afgelopen weken in groepen bijzondere midgetgolfbanen gemaakt. Carina Baks nam hiervoor het initiatief. Je kunt het zien als een soort zomerproject voor kunstenaars. Het is echt laten we met z'n allen gewoon een tof project gaan doen en dingen bouwen. Een soort positieve vibe. En ik heb gewoon mensen gevraagd van, goh, willen jullie een midgetgolfbaan bouwen? En eigenlijk had bijna iedereen daar wel heel veel zin in. Baks is oprichter van JOP, een organisatie die jonge kunstenaars en creatievelingen de kans geeft leegstaande panden op een kunstzinnige manier in te vullen. JOP staat voor het Jonge Ondernemersplan en die verzamelt leegstaande panden in de binnenstad van Groningen en deelt die uit aan mensen met een heel goed plan voor een bedrijfje. De kunstenaars hebben zeer uiteenlopende achtergronden, van vormgevers tot filmmakers. De 9 holes van de midgetgolfbaan hebben dan ook alle een heel eigen karakter gekregen. Dit is de baan van mijn team. Het is een soort All-American filmthema. We zien Steven Seagal en Chuck Norris. En de bedoeling is dat je de bal door de mond van Steven mapt. En daar triggert hij een geluidseffect. En daarna moet je Chuck Norris sporten. Er is een webcam die ziet het balletje en koppelt daar een geluid aan vast. Het is een oud wasrek wat bij mij thuis in de tuin stond. En voor de rest allemaal schroot, wat ook nog in de tuin lag. Bij een oud ijzerboer vandaan. En gewoon allemaal rotzooi, zeg maar, daar iets moois van maken. Munnekeholm Midgetgolfmania moet mensen stimuleren soortgelijke projecten op te starten. Het is niet toevallig dat het project samenvalt met Noorderzon. Tijdens Noorderzon zijn er heel veel mensen in de stad en heeft iedereen zin om naar buiten te gaan en iets leuks te gaan doen. En ik hoop ook dat dit een beetje Noorderzon wordt. Dat mensen uit de stad zelf eigen initiatief gaan tonen en iets gaan organiseren, desnoods in hun achtertuin. Het project loopt slechts tijdelijk, dus sla snel je slag. Vanaf morgen kunnen mensen hier van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds komen midgetgolven. En voor 2,50 krijg je dan van ons een club en een balletje. En dan mag je de hele dag los.